Hallo dames en heren, ik ben de YOLO Gamer. Dit is mijn eerste video en dit gaat over mijn idee wat ik op mijn kanaal ga doen. Dit is mijn banner, tenminste klein, maar mijn banner. En je ziet hier spellen in. Wat speciaals aan mijn kanaal vergeleken met de andere, ik ga een thema doen. En met thema doe ik niet van, oh ik ga weet ik veel wat, de middeleeuwen of wat dan ook doen. Zoiets, maar dan met games. Ik ga spellen spelen en commentaar geven in het Nederlands, maar... Valt je iets op aan al deze games die hier staan op mijn banner? Misschien niet, dus ik zal het je vertellen. Dit zijn eigenlijk allemaal stealth games. Games waar je moet sneaken en zo. Waarmee je moet rondkruipen, zorg dat je niet gezien wordt, maar toch mensen dood. Of zo. En ook waarschijnlijk een beetje vrierende. En dit zijn dus bijvoorbeeld het thema van mijn... deze maand of... Gewoon dit is, deze keer, is stelt. Dus ik ga deze spelen. Maar, en dan kan je mij vragen, maar YOLO Gamer, hoe zit het dan met, hoe heet dat, de andere? Van wanneer is het af? Nou, dat is heel simpel. Zodra ik al deze spellen uit heb, ga ik naar het volgende. Tenzij ik gewoon bijvoorbeeld misschien... Ik kan het ook eerder starten en dan ik dan doe bijvoorbeeld dat ik nog wel meteen door blijf gaan, maar weet je. Want ik kan dit beter doen dan allemaal de spellen tegelijk. Dus. En ik ga ook doen, ik laat dan elke keer zien, een nieuwe banner voor wanneer ik een nieuw thema heb. En dan ga ik jullie in zo'n video laten zien en vragen wat jullie denken... Dat het genre, zo heet dat nou eenmaal, kan ik ook niet helpen jongens. Of meisjes. Hoe heet dat, wat het genre ervan is. Wat voor type spel het is. Is het een action platformer? Is het adventure? Is het stealth? Is het een FPS? Dat soort dingen. En wat is je reward als je het goed hebt? Nou, wat je kan doen dan is... Hoe heet dat? Dan zal ik, beloof ik je. Dan mag jij kiezen van welk van die spellen het eerste komt. Natuurlijk komen ze allemaal op, dus wees niet bang. Maar ik ga natuurlijk altijd met iets eerst beginnen. Nou, dit keer Mark of the Ninja. Tja, dus dat ga ik doen. Maar voor de andere keer, dan kan je bijvoorbeeld... Als je het goed hebt geraden... Maar, en je mag trouwens maar één keer antwoorden. Want laten we fair zijn. En hoe heet dat? Wat ik dus... Weet dat dan ga doen is drie of één part maken. Want ik doe veel let's plays dan. En dat komt hier dan. Dus ja. Of tenminste, dan mag, doe ik drie parts van datgene wat je hebt gekozen. Ik weet het. Soms ben je last met samenvattingen, maar dat maakt niet altijd uit, hè? Toch? In elk geval, dat was dit. Ik ga dus let's plays doen. Ik ben... ik geef Nederlands commentaar. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Alsjeblieft kijk mee rond op mijn... channel en subscribe als je de hele, of abonneer als je de hele als je wilt zien wanneer ik wat nieuws heb. Dus ja, ik zie jullie zo hopelijk bij Mark of the Ninja.